Dag allemaal. Hier sta ik dan voor jullie, maar ik moet me corrigeren, hier lig ik dan voor jullie. Overweldigend door wat ik zag vanmorgen en ga ik nu proberen een beetje de afgelopen jaren samen te vatten. In wat ik heb gevoeld. Want hoe het hier in huis aan toe gaat, dat is jullie allen bekend. 7 jaren geleden landden wij op Bonaire en na een week te hebben proef gedraaid, zou ik bedacht hebben dat ik niets ging doen en mij zou onderdompelen in tropische sferen. Nou ja, misschien is dat ook gebeurd. Maar na een half jaar had ik een idee. En na 2,5 jaar was er een huis met alles erop en eraan voor mensen op Bonaire die liefde en aandacht konden gebruiken. Wordt het hospice een Macamba-feestje? Vroeg men mij toen ik vertelde van het idee om een hospice op te zetten. Het is geen Macamba-feestje geworden. Hospice Cas Flamboyant is, zoals ik had gehoopt, en met het doel waar ik het voor op heb gezet, een huis voor de Bonaireaanse bevolking. 3,5 jaar lang heb ik mogen ervaren wat de weg naar de dood kan betekenen. En hoe betekenisvol dit proces voor de betrokkenen en voor de familie en voor de vrienden is. Tegenstellingen in het leven vloeien in dit huis ineen. Afstand tegenover intimiteit. Ontkenning tegenover acceptatie. Oneindigheid tegenover harmonie. Huilen tegenover lachen. Boosheid tegenover warmte en angst en hoop. Een huis dat warm en veilig is en waar het leven de laatste dagen, laatste maanden volop in een kleinschalige setting met zorg op maat wordt gevierd. Dit alles was nooit gelukt zonder alle vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten en zonder hen had en heeft dit huis geen bestaansrecht. Ik spreek vanuit mijn hart als ik zeg dat wij met z'n allen inderdaad de liefde hebben gegeven. Liefde aan bewoners, liefde aan de familie en vrienden die KF bezochten. Maar ook liefde onderling, aan elkaar en de liefde die jullie mij allemaal hebben gegeven. Meer dan jullie kunnen hebben vermoeden. Het voelt als een warm bad om in KF te hebben mogen gewerkt. En het voelt ook koud om hier weg te gaan. Elke dag dat ik de gang naar KF heb gemaakt de afgelopen jaren was ik blij. Hoe raar dat misschien ook klinkt. Eén van jullie heeft wel eens tegen mij gezegd dat ze zich niet kon voorstellen dat ik was zoals ik ben. Omdat ik vaak vrolijk en energievol was. Maar na 2 jaar kon ze niet anders denken dan dat ik me echt zo voel. Ik krijg ook energie van jullie. Ik krijg ook energie van de bewoners die zich zo dankbaar hebben opgesteld. Ik ben bevoorrecht geweest dat Bonaire mij en mijn idee heeft omarmd. Gezegend, omdat men mij ook de kans heeft gegeven mij te laten zijn wie ik ben. De kracht van KF is ook goed luisteren naar elkaar. En kijken naar wat de ander, wie dat ook mogen zijn, nodig heeft. Dood kent geen huidskleur en maakt geen onderscheid in het nemen van het leven. Huidskleur telt blijkbaar niet als je niets meer te verliezen hebt. En in liefde met elkaar omgaan kost niets. KF wordt gedragen door jullie allemaal. Ieders kwaliteit, en ik heb ze mogen meemaken, zorgt voor de kracht van KF. Vriendschappen ontstaan hier met bewoners en niets is jullie te veel. Er wordt een nachtdienst samengedraaid, omdat de een de ander helpt. En als er geen bewoner aanwezig is in KF, komen jullie cappuccino drinken. Cappuccino di Tanya. Allemaal vrijwillig en allemaal onbaatzuchtig. Sammy. Mijn douche. Zorg goed voor jezelf. Ik weet zeker dat je het kunt. En dat je KF naar een hoger plan gaat tillen. Er is nog veel winst te behalen hier. Denk aan een palliatief team. We zijn pas net begonnen. En ik ga je vreselijk missen. Mimi, welkom in KF. Welkom in het team. En zorg goed voor elkaar. Ik had een idee over hoe een huis als KF eruit kon zien. Ik had een idee over de herinneringsboom die ik wilde maken. Maar ik had niet durven dromen
hoe wij hier allemaal met elkaar omgaan. Ik had het in ieder geval wel gehoopt. Dank jullie wel. Masha, dankie. En het gaat jullie goed, jongens.